Leerlingen wandelen voor water en halen ruim 13.000 euro op. De voetbalclub WWNA krijgt 4.000 euro van het fonds Gehandicaptensport. Afscheid van veel raadsleden na nieuwe zetelverdeling. En een record aantal ringstaartmakers geboren in Apeldoorn. 10 scholen streden om de titel sportiefste leerling van Apeldoorn. En het kletskopje voor ouderen en eenzame buurtbewoners. Loco-burgemeester Zandman gaf vrijdag op het Marktplein het startsein voor de sponsorloop Wandelen voor Water. Ruim 290 schoolkinderen van 7 basisscholen deden daaraan mee. De actie werd voor de 9e keer in Apeldoorn georganiseerd door Rotary Apeldoorn het Loo. Waarom is deze actie eigenlijk? Ja, om geld op te halen voor kinderen in Afrika die niet zoals andere kinderen hier gewoon water uit de kraan kunnen halen bijvoorbeeld. Wat is het doel eigenlijk van het water? Wat gaan ze ermee doen? Het doel van het water is geld ophalen zodat we waterpompen of educatie kunnen geven over hoe je goede sanitaire voorzieningen kunt aanleggen. En dat wordt in Malawi, dat is het doel waarvoor we het doen, eigenlijk uitgelegd zodat ze schoon water en gewoon goede sanitaire voorzieningen kunnen aanleggen. De scholen hadden aan de actie speciale lessen gewijd. Hoe hebben jullie dit project met de kinderen aangepakt? Eerst van tevoren al verteld wat we gingen doen. De gastlessen hebben we natuurlijk gehad op school. En ook gepraat, ook deze ochtend nog, over wat die kinderen daar meemaken. De leerlingen moesten met 6 liter water in een rugtas lopen. Jij gaat meedoen met de actie, maar ik zie ook dat je een hele mooie tas hebt. Wil je eens laten zien hoe die tas eruit ziet? Ja. Die is ook voor de actie gekregen, hè? Ja. En wat zit er allemaal in? 4 flessen met van 1,5 liter. Nou, laat maar eens zien die flessen en die tas. En dat water ga je dadelijk opdrinken of wat ga je daarmee doen? Ik weet helemaal niks. Dan gaan we 6 kilometer mee lopen. Voor kinderen in Malawi en die gaan we, die hebben geen water en die moeten elke dag 6 kilometer lopen. Dat gaan wij dus ook doen en dan met zo'n kruik met 6 liter water zo boven hun hoofd. En dat gaan wij dus nu ook doen. Jij gaat dadelijk water... Met een kruik dan, maar dat vind ik niet leuk. En wat vind je van die actie? Heel leuk! Ja? Iedereen eens met die actie? Ja. Mooi. Loco-burgemeester Mark Zandman is vooral trots dat er weer zoveel scholieren aan de sponsorloop meededen. Ja, ik word hier echt trots van dat we het voor elkaar krijgen om 300 kinderen met 6 kilometer met 6 liter water te laten lopen. En al die 300 kinderen die herinneren dat de rest van hun leven. Dus dat waterprobleem op de wereld herinneren ze zich ook de rest van hun leven. Met een oranje toeter gaf Zandman het sein om te vertrekken. Zo'n 2,4 miljard mensen beschikken thuis niet over een deugdelijk toilet. Meer dan 660 mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater. Vooral kinderen zijn daar de dupe van. Dat zegt althans de organisatie Aqua for All. De leerlingen die de 6 kilometer hadden volbracht, gooiden het water in de grift. Is dat niet zonde om dat water zo weg te gooien? Nou, daar hebben we heel veel lang over gedaan, van joh, wat gaan we daarmee doen? Maar uiteindelijk komt dit weer in een rivier uit en daar wordt weer drinkwater van gemaakt. Dus dat leek de meest gunstige plek om uiteindelijk het water weer terug in te doen. Dus het komt uiteindelijk weer uit de kraan. De sponsorloop Wandelen voor Water heeft in Apeldoorn ruim 13.000 euro opgebracht. Zaterdagochtend speelden de gehandicapte teams van WWNA uit Weenum-Wiesel en AZC uit Zutphen tegen elkaar. Na de wedstrijd overhandigde Gijs van Butselaar van het Fonds Gehandicapte Sport een cheque van 4.000 euro aan de spelers. Kun je ergens uitleggen, wie is het Fonds Gehandicapte Sport? Fonds Gehandicapte Sport is een landelijke organisatie die zich inzet om gehandicapte sport vanzelfsprekend te maken. In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap, voor wie het helaas nog niet vanzelfsprekend is dat zij bij een vereniging kunnen sporten. Samen met ING en KNVB hebben we een heel mooi G-voetbalplan en daarbij ondersteunen we verenigingen om G-voetbal op te zetten. En waar komt die subsidie vandaan? Die subsidie komt onder andere uit onze partners. In dit geval is dat ING, die is hoofdsponsor van het Nederlands voetbal. En ondersteunt samen met KNVB het G-voetbalplan van het Fonds Gehandicaptensport.
De voetbalclub is blij met de donatie en kan dat goed gebruiken. Wij gaan met het geld hele mooie dingen doen. Onder andere opleiden van kader, zeg maar de staf die voor G-voetbal beschikbaar is. En wij gaan toernooien organiseren, heel erg leuk. We krijgen G-voetbaltoernooien hier. En we gaan trainingsmaterialen aanschaffen, dus heel erg leuk. Ook de KNVB, afdeling G-voetbal Oost, was bij de cheque-overhandiging aanwezig. Zij bepalen mede waar een donatie naartoe gaat. Hoe staat het met het G-voetbal hier in de regio? Ja, heel goed. Mooie ontwikkelingen. Als je kijkt naar gemeente Apeldoorn en omgevingen waar we dus nu zijn, hebben we aanbod van 4 verenigingen die G-voetbal aanbieden. Zowel jeugd en verenigingen, ook jeugd en senioren. Wat dat betreft is het een hele mooie spreiding. Dat betekent ook dat onderling niet heel veel reisafstanden gemaakt hoeven te worden. Dat je nu ziet de wedstrijd tegen AZC Zutphen. Nou, dat zijn hele mooie afstanden. Hoe bepaalt de KNVB waar de subsidie naartoe gaat? Ja, nou, dat doen wij in gezamenlijk overleg hè, met Fonds Gehandicaptensport en met ING. Ik ben projectmedewerker, geef voetbal binnen de KNVB en kom met de vereniging in gesprek. En nou ja, wij delen natuurlijk ook dat die mogelijkheden er zijn. En vervolgens geven zij aan, ja, we hebben ambitie en gaan we in gesprek. Welke doelen wil je dan realiseren? En dan kijken we ook echt van, nou, zit daar potentie voor de komende jaren? En daar koppelen we dan het bedrag aan. En dat is een hele mooie impuls voor de vereniging. Behalve het geldbedrag krijgen de spelers ook een tas van het fonds. Met daarin voetballen en trainingshesjes in de kleuren van de sponsor. Volgens Marianne Alos van de voetbalclub gaat het goed met hun G-team. Hoe loopt het eigenlijk met het G-team? Want dat zijn jullie sinds kort begonnen. Ja, superleuk. We hebben het eerste jaar hebben we alleen getraind. Sinds september doen ze ook mee aan de competitie. Gaat hartstikke goed. Het enthousiasme spat er vanaf. En we hebben op dit moment niet alleen een jeugdteam van 14 leden, maar we zijn ook gestart met senioren G-voetbal. En ook daar hebben we al 5 leden. Dus heel erg leuk en we hopen dat er nog veel meer bij komt. Hoe kijkt de KNVB aan hoe WWNA het aanpakt? Ja, heel mooi. Hele mooie ontwikkeling. Als we nu een jaar terugkijken, het proces zeg maar, we samen doorlopen. Ik mag ook hun ondersteunen daarbij, meekijken, meelezen. En ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is, ook voor andere verenigingen, zeg maar, hoe zij het oppakken en ook met enthousiast kader. En je ziet ook dat ze nu al meedoen met de jeugd G-voetbaltrainer. Ze doen mee met scheidsrechtersopleidingen, dus dat is prachtig. Het G-team van WWNA won de wedstrijd met 3-1 van AZC en daarmee was het feest compleet. Een van de vaders had op eigen initiatief ook een cadeau voor het G-team van WWNA. Zij kregen van hem een sporttas met hun eigen voornaam erop. Een 15-jarige keeper van CSV Apeldoorn is zaterdag even bewusteloos geraakt door een vechtpartij op het veld. Dat gebeurde in Zwolle bij voetbalclub WVF. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een 16-jarige jongen uit Zwolle is aangehouden. Waardoor de vechtpartij is ontstaan is niet duidelijk. Met de Apeldoornse keeper gaat het inmiddels weer goed. Hij heeft er wel een blauw oog aan overgehouden. CSV Apeldoorn wil op korte termijn wel een gesprek met de Zwolse voetbalclub. Gisteravond werd in het stadhuis afscheid genomen van de raadsleden die niet meer terugkomen in de raad. Opvallend daarin was dat 2 kopstukken van de Partij van de Arbeid weggaan. De partij verloor maar liefst 2 zetels na de verkiezingen. Bijna raadslid op voorkeurstemmen. U heeft een andere keuze gemaakt. Waarom? Ja, ik heb een andere keuze gemaakt omdat ik echt denk dat gezien de uitslag onze partij vernieuwing, verjonging nodig heeft. Dat is de ene kant. En de andere kant, omdat ik vind dat ik verantwoordelijkheid draag, ook voor het wel en het wee van deze partij. Dus op dit moment wee, dan moet je je verantwoordelijkheid ook nemen. Marga Jonkman, u vertrekt als boegbeeld van de Apeldoornse PvdA. Waarom? Nou, vanwege de verkiezingsuitslag. Ik vond 2 zetels, dan moet je als lijsttrekker je conclusies trekken en opstappen. Ik doe een stapje opzij voor de mensen die, Ties Stam, die al heel lang er klaar voor is om fractievoorzitter te worden. En Martine, maar ja, ik bedoel, ik ben in mijn eentje, dat snap je, maar vooral voor Ties. En ik ben geen, ja, je zou bijna zeggen, ik ben geen pluskleven, maar ja, ik zit toch wel 14 jaar in de raad. En dat vind ik echt wel genoeg. Ik ben niet iemand die... Die hier tot zijn pensioengerechtigde leeftijd in de gemeenteraad gaat zitten. Dat is niks voor mij. Wat er nu alleen gebeurd is, met u stapt ook
de huidige wethouder Johan Kruithof op. De hele PvdA-top in Apeldoorn wordt onthoofd. Komt dat nog wel goed met uw partij? Dat komt helemaal goed met mijn partij, want je kent die stam als geen ander. Dat is een uitstekende opvolger. Martine, die is ook al aardig warm gelopen. Die heeft er helemaal zin in. Beide zijn hartstikke goede oppositievoerders. Zo schat ik in. En je weet, op de achtergrond zijn er ook altijd een aantal volgers beschikbaar. En ook in die volgers zullen wij zorgen dat de PvdA in Apeldoorn zeker nog zal meetellen. Komt het dan goed met uw partij in Apeldoorn? Ja, dat komt goed. Dat durf ik voluit te zeggen. Maar er moet wel het een en ander gebeuren. Een ander kopstuk binnen de gemeenteraad is Harry Vos van de Partij voor de Dieren. De partij wint zelfs een zetel, maar toch kiest Vos het hazenpad. Exit bij de Partij voor de Dieren in Apeldoorn. Hoe voelt dat? Dat is twee kanten op eigenlijk. Ik ben ook blij dat ik andere dingen kan gaan doen. Maar ik vind het afschuwelijk vervelend om een hele mooie periode, wel een zware periode, om dat achter me te laten. Je gaat ook van al die mensen houden. En vooral de omslag van de giechelfactor 8 jaar geleden tot nu een factor dat je wel voelt dat het wel gewaardeerd wordt. Of dat er wat mee gebeurd is. Dat we een notitie dierenwelzijn hebben. Dus ik zit er een beetje dubbel in. Toch heeft u zelf die keuze gemaakt. Ja. Omdat u het ook heel erg zwaar vond. En dan is het toch het bloed kruipt weer waar het niet gaan kan? Ja, absoluut. Ik hou van reuring. Ik hou van podium. He, van, op het podium kan ik mijn passie kan ik laten zien en vertellen. En dat ga ik missen. Bonnie ten Damme van PSA komt ook niet meer terug in de raad. Haar partij verloor de enige zetel die zij hadden. U vertrekt uit de raad. Uw partij is weg. Hoe voelt dat? Balen. Echt balen. Voor mezelf, maar juist voor de mensen die ik aan het opleiden was. Hè, er waren een drietal mensen zijn aan het opleiden om alles voor te zetten. En daar vind ik het meest rottige voor. U ontstond als partij uit de SP in Apeldoorn. Gaan we weer toenadering zien tot de SP? Ik denk dat de zetels van de SP te danken hebben ze te danken aan de Partij van de Arbeid. De twee linkse partijen. Wij zijn een lokale partij en die is waarschijnlijk naar gemeentebelangen gegaan. Landelijk gezien zouden lokale partijen 12 zetels moeten hebben. En nu maar weer 6. Dus Apeldoorn heeft een hele rare balans eigenlijk. 6 zetels in plaats van 12. Ondanks de overwinning en nu de grootste partij van Apeldoorn is, gaan 2 VVD'ers weg. U was lange tijd het gezicht van de Apeldoornse VVD. Fractievoorzitter, deze keer was u lijstduwer. U moet weg. Dat voelt niet goed of heeft u een ander gevoel? Nou, misschien mag ik wel weg. Ik denk dat er een heleboel mensen nu in de raad komen met frisse energie die het ook heel goed gaan doen. En die ook het beste met Apeldoorn voor hebben. Dus ik maak ruimte. Na hoeveel jaar gaat u ook alweer weg? Na 15 jaar raad met 20 jaar hier rondgelopen te hebben. Doet het pijn dat u weggaat? Nee. U heeft de keuze niet zelf gemaakt. U heeft heel erg gelobbyd. Heel erg campagne gevoerd. U bent aan het vloggen gegaan. U wilde eigenlijk nog door. Ik heb met heel veel plezier gevlogd. En ik had het leuk gevonden om een keer door te gaan, een tijdje. Maar het heeft niet zo mogen zijn. De kiezer spreekt, hè. Sietse Weringa kreeg bij zijn afscheid ook een koninklijk lintje omgehangen voor zijn jarenlange werkzaamheden als raadslid. Ook Roelof Veen van de ChristenUnie kreeg een lintje. Hij stopt ook als raadslid. Nou, hoeveel jaar gaat u weg? Na 24 jaar. Hoe voelt dat? Alsof er iets breekt? Nou, dat is een beetje sterk. Ik heb een beslissing genomen en daar sta ik achter. Maar er is wel iets van weemoed. Wat zult u het meest missen hier? Ik denk uiteindelijk de debatten onderling. En de contacten die erbij horen. De nieuwe raad wordt donderdag geïnstalleerd. De truck die maandagochtend op de A1 door een klapband kantelde, werd bestuurd door een 69-jarige man uit een dorpje vlakbij Maastricht. De chauffeur werd zwaar gewond en met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De A1, ter hoogte van Hoenderloo, was urenlang afgesloten geweest. Het bergen van de vrachtwagen kostte veel tijd, omdat de combinatie eerst rechtop gezet moest worden. Het ongeluk zorgde op tal van wegen in Apeldoorn voor lange files. Pas om 7 uur werd maandagavond de A1 weer vrijgegeven. Hoe het nu met de chauffeur is, werd niet bekendgemaakt.
Er is sprake van een geboortegolf bij de Maki's in Apenheul. Voor het eerst is er een kroonmaki geboren. En dat is voor het dierpark heel bijzonder. Er is ook een roodbuikmaki geboren. De ringstaartmaki's zorgden zelfs voor een record aantal kleintjes. Tot nu toe zijn er 6 geboren, maar er zijn nog 2 vrouwtjes zwanger. Mogelijk dat het aantal met nog eens 2 of 3 jonge ringstaartmaki's wordt uitgebreid. De maki's met hun kinderen zijn vrijdag al te zien, want dan gaat Apenheul voor het publiek open. Op de Koninklijke Scholengemeenschap werd woensdag gestreden om de sportiefste leerling van Apeldoorn. Dit sportieve evenement vindt jaarlijks plaats. Dit is 5 of 6 jaar geleden voor het eerst georganiseerd in Apeldoorn. Elke school in de middelbare school in Apeldoorn levert 2 jongens en 2 meisjes uit 3e klasse. En daar gaan we een dag een toernooi mee doen. Het geheel werd door 2 vijfdejaars leerlingengroepen georganiseerd. En dat is niet zomaar voor de lol bedacht. Dit zijn leerlingen die volgen het vak BSM. Dat is bewegen, sport en maatschappij. En dat is een examenvak. Dan doen ze dus eigenlijk een soort van examen in gym. Maar daar doen we niet alleen voetbal en volleybal. Juist organiseren is heel belangrijk. Dus in de 4e klas organiseren deze leerlingen sportdagen voor basisscholen. En nu in de 5e hebben ze een actiedag georganiseerd. En ook deze dag voor de sportiefste leerling van Apeldoorn. Zo'n 39 leerlingen hielden zich met deze opdracht bezig, waaronder Sam en Ties. Nou, wij zijn eigenlijk de leiding, dus wij hebben ervoor gezorgd dat iedereen wat te doen heeft en dat alles vandaag goed op zijn rolletjes gaat. En dat alle leerlingen sport hebben die ze kunnen doen en dat er ook bij alle sporten iemand staat. En hoe ziet de voorbereiding eruit? We hebben vooral dus eerst natuurlijk de spellen bedacht. Daarna ga je een plan maken, hoe ga je dat presenteren, hoe ga je die punten tellen. En nou, uiteraard zijn ondertussen ook de scholen benaderd. En zo hebben we alles bij elkaar gevoegd en toen viel deze dag eruit. Een gezellig potje voetballen was er niet bij. De deelnemers van 10 verschillende scholen uit het voortgezet onderwijs kregen niet alledaagse sporten te doen. We hebben cricket hebben gespeeld, we hebben een mooie hindernisbaan opgezet. We hebben tjoekbal gespeeld, dat is een sport met 2 netten aan beide kanten van een veld. En dan gooi je de bal in. Dus eigenlijk zodat de mensen niet, als ze gaan voetballen, dan als er leerlingen zitten die op voetbal zitten, die hebben daar enorm veel voordeel van. Uit hoeveel sporten bestaat dit circuit? We hebben 7 sporten. Voor de prijsuitreiking is de schaatster Carlijn Achterreekte gevraagd. Zij won verrassend goud op de 3000 meter tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Zij werd onlangs ontvangen door de koning op Paleis Noordeinde. Ja, dat was een hele bijzondere ontmoeting met de koning en koningin en prinses Margriet. Om daar de onderscheiding te ontvangen van de ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja, dat is een hele bijzondere eer om dat te mogen ontvangen. Ze heeft nu even rust, maar de planningen voor het volgend jaar zijn al in volle gang. Ja, we zijn nu bezig om de plannen van volgend jaar in te vullen. En ik ben bezig om mijn contracten te verlengen bij mijn huidige team. En straks, nu hebben we even lekker vakantie, even lekker op vakantie even alle rust en alle bekomen van alle hectiek en alle mooie dingen die ik heb mee mogen maken. Ook hier op deze school is leuk om, om hier mijn inspiratie door te geven aan jeugd. Dus straks begin mei dan starten we weer met de trainingen en dan moet ik weer aan de bak. De sportiefste leerling is Marnik Noordijk bij de jongens geworden. Hij zit op het Fruitiercollege. Laurianne Vink van het gymnasium was de sportiefste leerling bij de meisjes. Het is al gezellig druk bij het kletskopje aan de Schubertplein in Apeldoorn-Zuid. Dit is niet zomaar een café, maar gericht op bepaalde klanten. Voor wie is deze ontmoetingsplek bedoeld? Iedereen is natuurlijk van harte welkom, maar het is vooral voor de oudere mensen uit de wijk. Dus mensen die zich misschien soms een beetje eenzaam voelen, die zeggen van ik wil lekker eventjes bij Sine een spelletje komen doen of even lekker kletsen met andere mensen. Dan vind ik dat hartstikke fijn om ze lekker even een gezellig moment op de dag te geven op die manier. De nieuwe horecazaak is niet al te groot en de prijzen zijn bewust laag gehouden. Het sociale aspect voert dus duidelijk de boventoon.
Ja, dat is hier zeker zo. Ja, vandaar ook dat ik laag ben in de kosten, zodat iedereen zijn kopje koffie ook kan betalen hier. En ja, dat is belangrijker dan dat ik echt een drie gangen diner voorschotel. Het is ook gewoon lekker simpel, de wentelteefjes van vroeger en een uitsmijtertje en een soepje. Gewoon lekker terug een beetje naar vroeger, naar lekker gewoon. De klanten van Zien kunnen desgewenst gehaald en gebracht worden. Ik heb hele lieve schoonouders die met pensioen zijn. En mijn moeder helpt heel veel, zij is ook met pensioen. En dan willen we dat gewoon doen, dat eentje hier blijft en de ander kan mensen gaan ophalen. Ja, dus mensen die inderdaad met een rolstoel, nou dan kunnen we ze halen. En wie weet in de toekomst dat er nog wel een kletskopbus komt. En dan ga ik gewoon mijn rondje rijden en dan kan iedereen in de kletskopbus stappen. En dan hebben ze hier ook lekker even een leuke tijd. Om dat te realiseren heeft Zien meer hulp nodig dan haar familie alleen. Zij denkt aan vrijwilligers die daarin kunnen helpen. Ja, dat zou heel erg fijn zijn. Ja, daar heb ik echt wel behoefte aan. Ja. Ja, stel dat er iemand is inderdaad met een bus en die zegt ik vind dat hartstikke leuk om tussen, want ik ben open elke dag van 10 tot 3. Dus om binnen die tijden mensen op te kunnen halen, zou hartstikke fijn zijn. Zij wil de zaak nog verder opfleuren met oude foto's van Apeldoorn-Zuid. Daar is ze trouwens nog op zoek naar. Bij de installatie van de nieuwe raad maakte informatrice Jenny Elbertsen van de VVD Apeldoorn bekend dat zij een college wil met GroenLinks, D66, CDA en Lokaal Apeldoorn. De ChristenUnie en de Partij van de Arbeid komen daardoor niet meer terug in het college. In tegenstelling tot wat zij eerder had aangegeven komen er geen 4, maar 5 wethouders. De VVD haalt haar wethouder helemaal uit Overbetuwe. Het wordt de 52-jarige Jeroen Joon. Hij was tot voor kort wethouder in Graven. Morgen, tweede paasdag, is het vrijwel bewolkt met in de middag kans op regen. De wind is matig en het wordt een graad of 10. In de avond en nacht blijft het bewolkt met tot in de ochtend regenachtig. De wind neemt toe tot krachtig en het kwik daalt maar iets naar zo'n 9 graden. Dinsdag en woensdag is het wisselvallig weer met veel regen. Er staat veel wind en het wordt een graad of 15 overdag. En 's nachts wordt het een graad of 8.